Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een naked haul. Daar is mijn berg van kleding. Ik ga jullie alles laten zien wat dat ik heb besteld bij Naked. Alle info en linkjes vinden jullie ook onder in de beschrijving. Ik heb ook een kortingscode voor als jullie zelf graag willen shoppen bij Naked. Ik ga alles aanpassen. Zo kunnen jullie ook zien hoe het eruit ziet aan. Ik ben 1,75 meter. En ik weeg 60 kilo, dus dan hebben jullie ongeveer een idee van grootte en gewicht. Ik draag meestal een medium of een 38 in Naked, maar ik zal het er sowieso bij vernoemen welke maat ik aan heb. Let's go naar de haul. Als eerste heb ik deze hele leuke high-waisted broek met brede pijpen, as you can see. Ik voel me even terug 12 of zo toen ik deze aan had, want dat droeg ik vroeger heel veel. Maar ik vind het wel echt een hele toffe broek. Leuk ook dat die zo high-waisted is. Dat is altijd mijn favoriet, want dat verbergt zo'n beetje de mommy pouch en al die dingen. Dus daar voel ik mij altijd super goed in. Ook het brede pijpen effect is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen vindt dat leuk. Ik vind het wel leuk dat die trend terug is. Tot in bepaalde mate. Ik vind deze nog niet zo breed. Dus dat vind ik nog wel fijn. En die draag ik nog wel graag. En dan heb ik dit super leuke topje erop. Ik moet er wel eigenlijk een andere BH onder doen. Zonder straps. Maar ik geef borstvoeding. Dus momenteel is het de BH die ik eronder heb. Dit is super leuk. Mooie pastelkleurtjes. Ik vind het echt een super cute topje. Ik vind het ook gewoon heel leuk zo samen met deze broek. Echt een very cute spring outfit. Ik draag trouwens een 38 in de jeansbroek en een 38 of medium in dit topje. Next up is deze blouse. Ook super mooi. Lichtgeel met allemaal bloemetjes erop. Hier hebben we dan zo ruffeltjes. Super, super cute. Ook weer heel mooi voor de lente. Ik vind het trouwens ook weer heel mooi met deze broek. Want zo dat lichtblauw van de jeans en de top matchen echt wel super goed. En ik vind het echt een heel toffe blouse. Licht gewicht. Dus ook weer heel tof voor lente en zomer. Niet te warm. Very cute V-neckline. Ook hierin draag ik weer een maatje medium. Oké, we gaan verder in de blouses categorie. Dit is het volgende blouse wat ik heb. Zo een blouse met een kraagje aan. Allemaal knopjes en zo geruffeld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit blouse echt al bijna elke dag heb aangehad sinds ik het heb. Omdat dat stofje gewoon ook super fijn is. Echt een heel tof stofje. Ik vind het een hele leuke kleur. Fijn opvallend, ook zeker met het mooie weer vind ik wel dat dat mag. En ja, dat zit gewoon ook goed. Zoals ik al heb gezegd, ik geef nog altijd borstvoeding. Dus dat is ook gemakkelijk met de knoopjes als Nox bij me is. En ook hierin draag ik weer een maatje 38. Dit is het groene blouse. We blijven in de groentinten. En dit is het volgende blouse. Dat is zo'n razor. Noemt je dat? Nee, niet razor. En ja, gewoon zo in je hals en hier bloot. Dus je kunt daar best een strapless BH onder dragen of geen BH als je dat wilt. Super mooi. Ook een leuke groene kleur. Groen wordt trouwens echt wel een kleur voor de lente en de zomer. Niet alleen eat your greens, maar koop ook je greens, hè. Dit vind ik gewoon een heel leuk basic blouse om gewoon zo aan te doen snel met een jeansbroek of een jeansshirt als je snel ergens naartoe moet, casual. Vind ik echt altijd heel tof om zo'n tops te hebben in mijn kast. Het laatste blouse wat ik heb is deze strepen top, simpel, basic, wit met beige streepjes eigenlijk. Zo beige terracotta kleur streepjes, maar dat is ook weer iets wat altijd gewoon goed gaat. Iets casual voor dagelijks aan te doen. En ja, daar heb ik wel sowieso het meeste in mijn kast.
casual dingen. Dus dat is super fijn, super gemakkelijk om even aan te gooien. Een heel leuk topje. Dan hebben we een kleedje, een linnen kleedje in een oranje kleur. Heel mooi. Ik weet het, ik had het beter even gestreken, maar ik ben niet van het strijken. Dus ik ga dat eerst even aan mijn mama geven, zodat hij dat kan strijken voor ik dat echt effectief ga aandoen. Maar dit is echt zo'n fijne stof, dit linnen kleedje. Echt een zalig stofje. En ik vind het ook heel leuk dat de armen zo echt goed lang zijn. Ze komen zelfs echt tot op mijn hand. Dus dat vind ik super leuk, want ik heb meestal wel een probleem met kleedjes en blouses dat de mouwen veel te kort zijn, omdat ik super lange armen heb. Nou, dit is dus het kleedje. Ook een heel mooi detail aan de borst. Echt super mooi. Zo met het kraagje en dan hier zo ja, samen ge... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Samen gestikt. En het touwtje hier. Ik vind het echt een heel tof kleedje. De achterkant is gewoon zo simpel, maar heel mooi. En het heeft ook trouwens een rits aan de zijkant. Ik draag ook in dit kleedje een 38 weer. Dan heb ik nog een heel tof jurkje in een hele mooie kobaltblauw kleur. Ook deze mouwen zijn trouwens weer verbazend lang. I love it. Misschien is dat omdat ik 38's bestel in de plaats van 36. Kan ook. Maar alleszins, ik vind dat wel leuk dat die mouwen zo lang zijn. Dit is hier zo met een bandje gecentreerd. En dan zo lijkt het precies een rok en een hemd. Dat is echt zo'n satijnen stofje. Dus als het echt heel warm is, denk ik wel dat je hierin gaat zweten. Maar voor nu is het echt wel perfect. Met allemaal knoopjes. Super cute. Oké, dan hebben we nog deze bikini top. Een klein beetje aan de kleine kant momenteel. Met mijn melkboobs. Maar ik denk binnenkort als ik geen borstvoeding meer geef, dat het wel perfect gaat zijn. Wit en dat is zo de reversible bikini trend. Dat het lijkt alsof je je bikini andersom aan hebt. Maar dat is zo. Ik vind dat wel een hele leuke trend. Dus zoals uniek en iets anders. En van achter is die gewoon met zo'n bandje. Dus voor binnenkort, als ik op vakantie ga, dat is pas ergens september of zo, dan denk ik dat ik wel gestopt ga zijn met borstvoeding en dan gaat deze perfect zijn. Ik ben deze video aan het editen en ik zie dat ik er geen einde of afsluiter aan heb gezet. Dus bij deze ga ik deze video afsluiten. Hopelijk vonden jullie mijn naked haul leuk. Zoals ik al zei, alle info kunnen jullie onder in de beschrijving vinden. Mijn kortingscode en alle linkjes van alle items die ik aan heb. Ook de items die ik trouwens niet vernoemd heb, welke maat dat ik aan had, was medium of 38. Alles medium of 38. Dus zo kunnen jullie u daarop baseren welke maat je moet nemen. Nog eens dankjewel om te kijken en tot de volgende video. Dag!